Ik denk dat het boeiend is om dit boek te zien, omdat het de eerste keer is dat er echt door middel van fotografie naar de geschiedenis wordt gekeken. Fotografie werd uitgevonden in 1839. De eerste foto's in Indië werden gemaakt ongeveer 1841. Dus je gaat kijken naar een aantal boeiende periodes. Dat is eigenlijk nog nooit op die manier gerangschikt. Ik ontdekte dat er eigenlijk best wel veel boeken over Nederlandse Indië en over Nederlandse Indische fotografie zijn geweest. Maar die vertellen het verhaal allemaal op een net even andere manier dan ik. Een foto is voor mij nooit een foto. Een foto heeft een verhaal. Als het goed is, zie je dat al in die foto. Maar we vertellen er ook de een en ander omheen. Een hele boeiende foto vind ik bijvoorbeeld een aanslag in 1926 door communisten op de treinen op Java. En de bijschriften van de spoorwegbeambten die dus daar het commentaar bij schrijven. En die relatie tussen dat beeld, de opvattingen uit die tijd, de vier foto's, bijna een speelfilm, een rampenfilm zou je kunnen zeggen, maakt ook direct een van mijn favorieten, omdat ze daarbij een tipje van de sluier oplichten over de geschiedenis. Het is heel boeiend om naar te kijken, om de onderschriften te lezen. En bij elkaar vertelt het een verhaal wat we nog niet kennen eigenlijk.